maandag 3 juni. Ik heb eigenlijk wel weer zin om te gaan vloggen. Het is een tijd geleden. Ik heb een lange tijd geen vlogs meer geüpload. Maar ik denk dat ik het weer wil oppakken, want ik heb een soort van kriebels van ik mis het. Wat vind je ervan, Koeps? Oké, ik ga zo even koffie drinken, ontbijten, een Friends aflevering even kijken. Dan ga ik editen en dan ga ik vanavond naar Ma met Anna. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Dus vanavond een mini review. Mam, ik wil weer gaan vloggen. Wat ga je doen? Vloggen. Nee, ik ben Bella! We beginnen de dag natuurlijk weer met café. Ik ga net. Wat heeft die naam dan toch weer stuk gemaakt? Kus, pakje van de buren. Oh. Allemaal shredded papier. Ik denk, nee, dus ik zoek in de weg die doos helemaal kapot. Hondenvoer. Oh. Eén pak, helemaal intact, die heeft hij nooit gezien. Dus was het één zak of was het twee zakken? Dus ik hup die doos helemaal kapot. Ik zeg, nou, Koep heeft vast opengemaakt. Maar hoeveel pakken zaten erin? Ja, ja, twee. Ik zeg, nou, dat moet ik nog even zoeken. Want ik had de bedden, maar normaal... Doet hij dat in zijn bed, in ons bed of in rood. Maar daar lag niks. Oh. Dus ik zoeken, zoeken, zoeken. Had hij het helemaal naast zijn man, tussen de stoel, dekentje erover. Ah, oh, wat lief wel. Ja, wat schattig. Ik heb niks opgegeven. Ah. Wat typisch ook dat het, dat het hondenvoer was. Ik dacht dat het is iets voor een, plantenbak of zo. Ja. Ik heb dit. So do I. Big. Mine's big too. Oké, okay, look. No, I want to go first. I met someone. Wow, that's so great. We had the most insane, freaky ass sex. I can't even talk about it. Otherwise, yeah, let's stop talking about it. Deze man, deze lijkt me fucking grappig. Yeah, we were gonna give 50, but if you guys gave more, we don't want to look bad. Oh, actually this year we just made him homemade cookies. And 25 it is. You gave him cookies? Money is so impersonal. Cookies says someone really cares. Alright, we're broke, but cookies do say that. Ik ben aan het editen. De eerste filmreview. En ik ben ook tussendoor een beetje filmfabriek filmpjes aan het kijken. Want ik ben echt jaloers op Noah zo. Ik wil dat. Dat is my dream. Mama is een soort van verslaafd aan Maan. Lekker. Pasta à la pesto. Ik denk dat we nu of Friends gaan kijken. Of we gaan een nieuwe serie met René Zellweger kijken. What if? Zo make-uploos. Oké, okay, ik ben nu onderweg naar Ma, naar Pathé. Ik ben zo benieuwd. Ik heb heel veel hard muziek op, dus ik weet niet hoe hard ik praat, maar... Hey. Oh my god. Hallo. Waar gaan we heen? Waar gaan we heen? Naar je moeder. Naar mijn moeder. Dus ja, zin in. Oké. Okay. Hoi, jullie kennen mij niet. Maar ik ben echt heel cool. Hey. Wacht, wacht, hij is niet scherp. Oh, jammer. Hoe krijg ik hem nou scherp? Het ziet er heel spannend uit. Ik zat net ook helemaal. Hallo. Oh my god. Reclame is nog bezig. Ik ben heel benieuwd. Very kind to me. Every year is another gift. Lekker pik. Anna en ik bedachten, oh ja, kut, we hebben geen lampjes. Laten we even naar de appie gaan voor lampjes. Nu hebben we tie-wrap lampjes. Ja, en die blijven ook zitten. Ze kunnen niet worden gejat. Nice, man. Even reclame maken voor Liggy. Liggy. Oké, verder hebben we dus net de film gezien. Ik weet nog niet zo goed wat ik ervan vond. Ik vond het wel leuk, maar het was niet spannend. Niet eng, jammer genoeg. Gaat-ie goed? Mm-hmm. Ik kon het niet. Ik had niet genoeg kracht in mij. Dus Anna fixt mijn lampie. Bless Anna. Lekker, lekker. Anna, wat vond jij van de film? Ik vond hem wel leuk. Ja. Ja, kut. Ik vond hem ook wel leuk. Hij was grappig. Er zit zeg maar een iets diepere laag aan humor in. Precies wat je verwacht van een semi-thriller horrorfilm. Ja, maar hij was niet eng. Alleen het einde was een beetje eng. Maar verder niet. Nou, slaap lekker. Maar ik geef hem wel een dikke 7. Dikke 7? Ja.
Ik kom hier later op terug. Echt chill, man. Hoef ik nooit meer zorgen te maken over lampies. Hey allemaal, het is vandaag 4 juni en ik ga naar Carré. Dus daar heb ik zin in. Ik ga eerst even nog naar de stad om een bralet te kopen en oorbellen. Mijn hele oren zijn ontstoken en echt niet chill. Dus ik ga even kijken of ik van die fijne steriele oorbellen kan vinden. Jongens, ik ben er. Ik ben bij Carré. Hi. En gezien ons gaan we eerst koffie drinken. Ja. Daarna gaan we filmen. En we hebben al een intro filmstukje gedaan. En dit is ook al geëdit. Ga ik natuurlijk niet laten zien. Dan houdt het spannend. Maar toen hebben we kleding besteld. Oké, okay, nou, we zijn er allemaal doorheen gegaan. We hebben er een paar dingen uitgezocht. En die zijn nu binnen. En ik ben soort van de vriendin die gaat reageren en Carré gaat gewoon passen. Ja. Want ik heb uitgezocht wat Carré zou kopen, dus... Dus dat gaan we aanproberen. Dus dat gaan we doen. Eerst maar even koffie drinken en dan setting maken en dan... Go! Ah, ik heb zo zin in de vakantie ook. Again! We gaan samen op vakantie, dus dat is super leuk. Waar wil je mij hebben? Moet ik daar? Ja. Top. Heel graag. Want? Sta ik dan ook op beeld? Kan jij naar jezelf kijken? Ja. En dan kan ik zo omdraaien. Oh, ik ben heel benieuwd. Waar ga je deze denk ik online doen? Weet ik niet. Oeh, je kan meteen die Kylie Jenner foto maken in dat ene pakje. Ja. Heb je die ene pruik al? Nee, nog niet. Oh, sad. Ja. Ja, sad. Sad. Overal is hij. Laat het go. Kom je eerst even hierbij? Hier. Jij moet je even naar je knieën. Ik ben die moeders in die tekenfilmpjes van Network. Cartoon ja, Network. Echt hè. Thank you so much. Ja. Hi. Hi. Hoi jongens, welkom bij een nieuwe video. Oh nee, dat nee, heb ik al gehad. Oké, guys, het is, ik denk een week, anderhalve week later, het is best wel snel gekomen. We hebben het pakketje hier achter liggen. Lois heb ik hier neergezet. Ik heb hier de spiegel, zodat Lois een soort van eerste reactie kan geven op de dingen die zij voor mij heeft uitgezocht. Lekker pik. Lekker pik. Allereerste item. Oh mijn god! Wij zijn kijken elkaar echt aan. Ja! Wij zijn zo fashion bestaan. Het is ongelooflijk. Ik ben hier zo benieuwd naar. Oké, jongens, we hebben net gefilmd en even thumbnails gemaakt. En het was heel leuk. Ik denk dat het een hele leuke video wordt. Dat denk ik ook. Tuurlijk ziet Carré er weer fantastisch uit. Thanks. Thanks, girl. We hebben er uren op moeten wachten, maar dan hebben we ook wat. Het we gewoon al anderhalf uur van deze film kunnen kijken sinds dat we hebben besteld. Maar beter is het lekker. Is het wat? Ja. Ik heb honger. Nu is alles lekker. Nou, het eten was lekker. Carré is ingekakt. Ja, absoluut. En nu gaan we The Perfection kijken. Nieuwe Netflix film. Een mega, mega intense horror. Ik zal even de trailer in het i'tje zetten. Het zag er super intens uit. Dus ik ben heel erg benieuwd of we getraumatiseerd zullen zijn deze avond. Ja. Maar Carré is alweer afgehaakt van de film. Klein beetje. Oh mijn god. Vond je ervan? Heel heftig.
maar wel tof. Heel wel tof, hè? Ja. Ik vond hem ook wel goed. Dat je denkt, wow. Een hele andere vorm van horror ook wel, vond ik. Ja, thriller meer. Ja, heel bizar wel. Je moet wel wat aankunnen, denk ik, maar hele goede aanrader. We kunnen nog slapen vanavond. Hakken we elkaars armen op. Ik hoop nog. Fucking hoop nog. Nou, het is de volgende ochtend. Het is, hoe laat? Ik weet het niet eens. 11 uur, half, nee, 12 volgens mij alweer. Ik ga zo ontbijten, even koffie aan het drinken. Ik heb zo meteen een afspraak in Amsterdam. Hallo! Hallo! Het is aan het vloggen! Ik ben weer aan het vloggen! Vloggen! Even oefenen voor de vakantie, want dan ga ik ook filmen. En dan elke shot, zeg maar, net ook gisteren bij de video was het zo. Carré in beeld of ik in beeld. Ja, echt. Alles hakken aan. Ja. Ik heb er echt zin in. Het is echt erg. Maar we zitten de hele tijd. Ik heb er zo zin in. Ik heb er echt zin in. Maar het wordt gewoon heel leuk. Oeh, mijn Tony Chocoloni. Hallo, het is vandaag donderdag. Ik haat echt mijn haar op dit moment. Ik had het roze geverfd en nu is het hier rossig en hier niet. FML. Anyways, ik ga zo meteen weer naar Amsterdam. En vandaag ga ik chillen en eventjes stad door met Cindy. En dan daarna heb ik een première van Longshot. Een nieuwe film met Seth Rogen. Dus daar ga ik de stories voor doen. Dus dat is heel leuk. En ik heb net mijn Filmy Friday ingepland voor morgen. En ik ben heel erg excited. Ik hoop dat mensen dit leuk gaan vinden. Ik vind het zelf heel leuk om te maken en te doen. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe mensen dat gaan ontvangen. Het is wel een iets langere video geworden dan dat ik hoopte, maar ik praat gewoon heel veel. En het is een eerste variant, dus ik moest ook even uitzoeken qua edit hoe ik het wilde gaan maken, dit en dat. Dus dan kan ik daar de volgende keer ook meer rekening mee houden. Nou, ik ben in Amsterdam en ik ga even kijken of ik zin niet meteen kan spotten. Ik vond het zo kut en af. Ik hoor me ook meteen niet meer. Waar is she at? Oh, daar is she at. Hi! Hallo! Je kijkt echt over. Vier verschillende shirtjes en allemaal niet hetgene wat ik wil. Zit je lekker? Ja. Ja. Sorry. Het past op zich wel, maar... Welke is het? S of M? Dit is XS zelfs. Oh. Maar ja, het heeft gewoon geen support. Super sad. Dus we gaan door. Ik heb ineens zin om dit dicht te maken. Yet the same story. Leuk, hè? Eeuw, help. Ik weet alleen niet of... Ik zie jou gewoon in. Sup. Ik vind het op zich wel cool, maar groen is wel heftig of zo. Ik kan hem nog niet dicht doen, want hij is te klein. Dus ik ga even naar de M. Ik weet nou niet of deze dan... Ik vind het echt een goede jongens. Deze zit heel anders. Oh my god, jongens. Vorige keer had ik dus een matchende rok. Nu een matchende broek. Want ik haat mezelf soms een beetje. Sup. Nu zijn we beland op Rembrandtplein en gaan we eten. Maar ja, de vraag is natuurlijk wat. Oké, we zien jullie over een uur en dan hebben we wel eten. Oké, jongens, ik ben... Oh, er zit een vlekje op. Ik ben bij Belmer en ik ga de première doen van Longshot. Lotta die komt er zo aan. Ik ben al... ik moet me even aanmelden. Dus we gaan zien. Ik weet niet of ik veel ga vloggen. Hey! Hallo! Het is warm, hè? Het is warm, hè? Ja. Heb je winterjas bij, zie ik? Ja, mijn patéjasje. Oh, patékleurtje. Je gaat een vlog vandaag voor paté? Nee, ik ga eigenlijk... Dit is voor mezelf. Oh, hey! Ik vind deze bioscoop toch nog steeds super cool, jongens. Ik ben alvast naar boven. Ik heb een bandje. Lotta komt er zo aan. Ik hoop dat ze gewoon naar binnen mag. En dan ga ik maar zo beginnen met de stories. Ik ben echt heel benieuwd naar de film. We moeten eigenlijk naar de wc, maar laten we dat maar zo meteen doen. Oké, ik spot Lotta. Lotta kijkt verloren. Ik ga er maar halen. Dan kan ik zo stories maken. Wat een eindeloze trap is dit ook, jongens. Hey! Hallo! Oké. Ik mocht net langs iedereen lopen. Vond ik een hele guy. Super high class, hè? Oké, nou, ik stond net op die trap. Ik ga nu weer omhoog, maar nu met Lotta. Ik geef zo de camera aan jou. Dan moet ik lekker iedereen gaan filmen. Wat zie je er goed uit? Lekker. Nou, je ziet er minder heftig naar niet goed uit dan dat je zei. Nee, bedankt. Nee, leuk. You look good. Het was een omgekeerde versie om te zeggen dat je er oké uitziet.
Mag ik je zo pakken? Ja, het is heftig. Er is een hele DJ. Oh, dus ik ben benieuwd. Ik geef hem over aan jou hier. Laat maar lekker. De hele tijd out of focus. Yo, wat is dit voor camera? The fuck?